in de categorie Sportvrouw van het jaar 2018. Als je met haar gaat wandelen, moet je doorlopen. Yvonne Grootswagers. Het kan haar niet hoog genoeg zijn. Tanita Hofmans. Snel wandelen. Het lelijke eendje onder de sporten? Niet voor Yvonne, die het snel wandelen in haar werk als horecamedewerkster bij de Efteling voortdurend praktiseert en traint. Daarnaast traint ze nog minstens 10 uur per week voor wat een van de oudste Olympische sporten genoemd mag worden. Bij het NK snelwandelen 10 kilometer dames behaalde ze zilver en brons. Ze is de trots van wandelsportvereniging Hart van Brabant. Tanita was 6 jaar toen ze op atletiek ging. En wat kan ze hoog springen? In wedstrijden wint ze niet alleen, maar breekt ook haar persoonlijke records. Het willen winnen haalt het beste in Tanita naar boven. In Apeldoorn won ze dit jaar brons hoogspringen tijdens de Nederlands kampioenschappen indoor atletiek. Tanita's ambitie? De Olympische Spelen.